Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar het ziet er naar uit dat we tegen elkaar aan moeten gaan beuken met die ballen. Daar gaan we waarschijnlijk in zitten of zo en dan gaan we voetballen. Ik heb verder geen idee wat het is. Het heet bumperbal en is overkomen waaien uit Scandinavië. Het is voetballen op de ijsbaan. Ik laat eigenlijk de bal los en dan is het gewoon een kwestie van gas geven. Hè? Maar als speler zit je wel opgesloten in een enorme plastic bal. Hoe voelt het in zo'n ding? In eerste instantie heel opgesloten, want je staat natuurlijk helemaal zo in elkaar gedoken. En je verwacht dat je niet vrij kunt bewegen en kijken. Maar op het moment dat je er even aan gewend bent en je hebt een paar oefeningen vooraf gedaan. Dat ze in ieder geval eventjes geleerd hebben en geervaard hebben om te vallen. En dan wordt het spelletje echt interessant. De sport is zo nieuw dat we een aantal studenten hebben ingezet als proefkonijnen. Jullie allemaal erin? Juist. Andere kant. De eerste reacties op de nieuwe sport zijn louter en alleen positief. Ja, het is superleuk. Het is heel leuk. Het is wel vermoeiend. Maar het is wel heel leuk om te doen. Beetje krap. Op ijs en de combinatie met deze ballen is nog nooit eerder gedaan. Buiten daardoor heb je door het glijden op het ijs krijg je eigenlijk gewoon een nog hoger fun factor eigenlijk. En die fun factor die zit in het elkaar slopen, kapot maken. Okay, stop! Op het ijs. Ja, eigenlijk vind ik het veel leuker als normaal voetbal. Ik ben niet zo'n voetballer, maar hier hoef je ook niet echt te voetballen. Ik kan ook gewoon doorrennen. En beuken. 3, 2, 1, yes! Ja, in principe is het voor iedereen toegankelijk en superleuk om te doen. Zijn er spelregels? Weinig spelregels. Bal uit, wordt die ingebracht door de spelleider. Een goal is... Ah!